Ik heb hier al Huis. Ja, mevrouw Klonkers. Iets op het einde van de straat. Als ooit iemand een reus ziet, dan moet hij of zij het zakadeba geritst worden. Waarom? Mensbaksers gelooft toch niet in reuzen? Mensbaksers denkt niet dat wij bestaat. Waar of wel? Ik wel. Dat komt enkel omdat je hem heeft gezien.
Als ik jou niet had meegeneemd, dan zou je nu rondsprongelen en op de televisie jodelen dat je echt een reus had gezien. En dan zou je een grote reuzenjacht krijgen over heel de wereld. En mensbaksels zou je proberen te vangen en in de dierentuin doen bij al die slijmerige slangpampers en die knassende krokodeten. Wat gaat er nu met mij gebeuren? Jij zult bij mij moeten blijven voor de rest van je leven. Oh nee! Oh ja, en nu heeft ik honger. Oh, alsjeblieft, neem mij niet op. Alsjeblieft. Enkel en alleen omdat ik een reus is. Denkt jij dat ik een kannibaal etende mensenbaksel is? Nee. Nee? Nee. Jij heeft geluk. Als een van de andere reuzen jou had meegeneemd, dan zou je nu zeker worden opgepeuzeld. Kraken de botten, knas, knas, hap, slok, weg. Andere reuzen? Bedoel je dat er nog meer zijn? Natuurlijk. Dit hier is Reuzenland. Kijk nu eens daar, meisje. En zeg mij wat je ziet. Geloof jij, kijkers? Wat doen ze daar eigenlijk? Niks. Zij loopt maar wat rond te lummelen en te pummelen en wacht tot het avond wordt. Daarna gaat zij erop uit galopperen naar plaatsen waar mensen wonen om hun avondeten te halen. Welke plaatsen? Over heel de wereld. Onder Duitsland galopperen op een wacht lekker hamburgers. Dat is de bottenkraker. Die zegt dat hamburgers zo lekker mals en verrukkelijk kukkelijk smaakt. En wie is die grote dikke? Ja, dat is de vleeslapeter. Ik eet in om een handvol mensbaksels. Pinsetersburg, ik ben klaar om ze te bakken. Pinsetersburg? Waar ligt Pinsetersburg? Ja, je hoofd zit volgens Tante Vliegjes zeker? Pinsetersburg, dat ligt toch in Rusland? En waar smaken mensen uit Rusland dan naar? Ja, naar wollen mutsen natuurlijk. Wollen mutsen? Maar dat smaakt afschuwelijk. Nonsens. Wollen mutsen smaakt verrusselijk. Ik zat wel mensbaksels in België. België? Ja, dat is de bloedbottelaar. Die zegt dat Belgen zo heerlijk naar krotsklop smaakt. Ik weet niet of ik wel helemaal begrijp wat dat betekent. Betekenissen is niet zo belangrijk, hè? Je kunt het niet altijd bij het rechte eind hebben. Ik geef het maar al te vaak bij het kromme eind. Onder Duitsland! Ik wil naar België. Ik wil naar Pinsetersburg. Ik ga Stockholm. Ik wil naar Stockholm. Ik ga Stockholm. Wat? Waarom? Hoezo? Oh, we gaan naar Stockholm. Kom, laten wij teruggaan. Je zat gruwelijk aan je uitkomen als een van hen je ooit in de gaatjes krijgt. Jij zou worden opgesmikkeld als een matattentaartje in één happenflap. Hap, flap, weg! Hier binnen is jij veilig. Mensen eten, hè? Mensen eten, dat vind ik afschuwelijk. Maar ik heb het je toch verteld. Ik eet geen mensbaksels. Mij niet. Nee. Ik is buitenbeenreus. Ik is aardige en hardgoedige reus. Ik is de GVR. De GVR? Ja, de grote, vriendelijke reus. Hoe heet jij? Ik heet Sophie. Aangemaakte kennisnaming. Sophie. Heeft jij het wel warm genoeg zo in je kleed slaap je? Heeft jij niet ijzelig koud? Nee hoor. Ja. Oh, ik kan er niks aan doen, hè. Maar ik moet altijd maar aan je arme vader en moeder denken. Die zullen wel door het hele huis lopen krakelen en paniekeren en roepen van Sophie, waar bent jij toch gebleven? Ik heb geen vader en moeder. Die zijn gestorven toen ik nog een baby was.
Is jij een wees? Ja. Oh, ja, jij arm klein mommeltje. Je maakt me droef. Niet bedroefd zijn, Javier. In het weeshuis zal niemand zich veel zorgen maken om mij. Was jij daar gelukkig? Ik vond het er vreselijk. Mevrouw Kroker, die heeft mij zelfs opgesloten in de kelder. Waarom? Omdat ik mijn kleren niet had opgevouwen. Oh, die oude smerige lellende bel. Je maakt me droever dan ooit. Niet huilen, Geveer. Alsjeblieft, niet huilen. Vertel eens, als jij geen mensen eet, wat eet je dan wel? Oh, dat, Sophie, is een alledaagse moeilijk probleem. Ja, hier in het beslabberde Reusland groeit gewoon geen vrolijke vruchten. Zoals, ananassen. Of rabaardbijen. Of raddebabarber. Hier groeit niks. Ja, behalve één smerige ekkebekken rotgroente. De snoskommer. Snoskommer? Dat bestaat niet. Noemt jij mij een liegebrok? Enkel en alleen, omdat je iets niet heeft gezien met je eigen koekeloertjes, betekent dat niet dat het niet bestaat. Wat anders te zeggen van de grote kwistige winkelpoot, hè? Wat zeg je? Of de grasgarnaal. Wat is dat? Of de trapkrabber of de schurfslijper. Zijn dat dieren? Dat is de doodgewoonste dieren. Ja, ik is zelf niet zo'n weet-alreus, hè, maar mij lijkt het dat jij wel een heel erg weet-niks-mensbaksel is. Je hoofd zit vol vaagsel. Zaagsel bedoel je? Wat ik zeg en wat ik bedoel, dat zijn twee verschillende dingen. En nu laat ik jou de smeergore snoskommer zien. Ja. Hoppa. Zo. Het ziet er niet echt lekker uit. Nou, ik zwalg ervan. Ik klots erop. Ik kan het niet uitluchten. Probeer het maar. Baba, nee, dank je, hoeft niet. Ja, maar hier is niks anders te smikkelen. Neemt een hapje. Oh, het smaakt naar kikkerveldjes of rotte vis. Erger nog, mij smaakt het naar landwuizen en slijmsloepers. Moet ik dat echt eten? Ja. Tenminste, als je niet zo dun wilt worden, dat je in het niets opbotst. In het niets oplost. Opbotsen is iets anders. Ja. Ja, woorden, hè, dat is een zo vermoeilijkend probleem voor mij. Ik weet altijd precies welke woorden ik wil zeggen, maar op de andere of ene manier raakt zij altijd door elkaar gehusseld. Ja, dat overkomt iedereen wel eens. Ah, niet zoals bij mij. Ik spreek de allervreselijkste husseltaal. Ik vind, GVR, dat jij prachtig spreekt. Vind je dat echt, Sophie? Houd je me niet voor het doekje? Nee, ik vind het juist leuk zoals jij praat. Oh, wat fantastisch. Wat ongelooflijk trofisch. Dankjewel, Sophie. Charminkel! Verstop jezelf, Sophie. Wat ben je aan het doen, Charminkel? Snel! Hallo, vleeslapeter. Goeiedag, bloedbottelaar. Hallo, goeiedag, ons niet, Charminkel. Hij hoort jou papelen, Charminkel. Tegen wie staat jij te papelen, Charminkel? Oh, ik pappelt tegen mezelf. Poep. Hij hoort jou papelen tegen een mensbaksel. Ja, mensbaksel, ja. Ja, ben je denkt dat jij een mensbaksel heeft
weggeritst en meegeneemd als troeteldier. Nee, en daarom komen wij het afpikkelen en opsmikkelen als tussendeurtje. Maar hier is niemand. Waarom laat je me niet met rust? Jij piezelig piepsinisje. Jij zwanger wiesewasje. Waar is het? Waar is het? Waar? Daar. Waar? Daar. Hier. Kinder. Kinder? Daar. Dus dat is die walgelijke rotzame groenste die jij altijd eet. Je moet wel achterdeur zot zijn om zulke blubberbrei op te puffen. Maar snoskommers is verrukkelijk kukkelijk. Mensbaksel is veel sappiger. Maar neemt een hapje, het is echt zwalig. Jij houdt ons toch niet voor het doekje, hè? Nooit niet. Groenste is heel goed voor je. Voor deze ene keer dat ik die rotterige etens van jou dan eens proeven. Maar als het vriendelijk is, sla ik het kapot op jouw stomme smeersmoel. Het is walgelijk! Je moet wel knetter zijn om zulke troep te slokken! Jij moet elke dag rondgaloperen als een vrolijk roodkastje en mensbaksels binnenpeuzelen! Mensbaksels eten is fout en slecht! Ik zwalg van jullie! Jij is het niet waard een reus te zijn! Je bent een flauwe, fletse, flop! Sophie, Sophie, waar is jij? Sophie! Onder tafel. Sophie. Wat ben ik blij dat ik jou in een hele huid vind. Ik zat in de bloedbottelaarsmond. Wat? Ja, ik had mij in die snoskommer verstopt. En ik zat er nog zo aan te moederen ervan te eten. Jij arm klein kindertje. Vergeef me. Ja, jij heeft dringend wat fropskottel nodig om op te knikkeren. Fropskottel? Ja, ik drink dit veel. Zalig lijken, prikkelige fropskottel. Zo. Maar kijk, het bruist de verkeerde kant op. Wat bedoelt je? Ja, de belletjes gaan naar beneden. In onze cola gaan die juist omhoog. Belachelijke nonsens. Nee, echt waar? Omhoog, dat is de verkeerde kant. Waarom? Ja, als je niet weet waarom, dan moet je dan zo kwaak zijn als een eendenkooi. Ja, stijgende belletjes, dat is een ramp bij een ongeluk. Maar waarom? Ja. Als jij de kolendrank van jullie drinkt, hè, dan gaat die rechtstreeks naar beneden. Naar je maag. Is dat zo of zo? Dat is zo. Ah, en de belletjes gaat ook naar beneden. Is dat zo of zo? Dat is ook zo. Ah, maar als de belletjes stijgt, dan komen die allemaal boven naar je keel, naar boven borrelen. En uit je mond komt een vies, vuile, opresperige boerder. Ach ja, maar wat geeft een klein boertje zo nu en dan? Dat is toch juist leuk? Bok, dat is vies, vuil boeren laten. Wij deftige reuzen doen dat nooit. Ja. Ja, maar met jullie drank, met die... Fropskottel. Ja, met fropskottel gaan de belletjes naar beneden. En dat kan toch heel wat vervelender gevolgen hebben. Hoezo vervelend? Ja, omdat ze nog ergens anders uitkomen met een nog harder en nog onbeleefder geluid. Een flitspopper. Huh? Wij reuzen laten altijd maar door, flitspoppers. Flitspoppen is een teken van geluk. Het klinkt als muziek in de oren. Maar het is onbeleefd. Wat? Jij laat ook wel eens een flitspopper zo dat en nu, hè? Ja, iedereen laat wel flitspoppers, zelfs filmsterren en koninginnen. Maar waar ik vandaan kom, is het niet netjes om er zelfs maar over te praten. We lachen, Bek. Als iedereen flitspoppers laat, waarom mag je daar niet over praten, hè? Nu neem ik een slurp en... Joepie de poepie! Ha ha ha!
overheerlijk. Het smaakt zalig. Wacht maar. Zo, Sophie. En nu is het hoog tijd voor een tukje, hè? Slaap wel, Sophie. Slaap wel, Geweer. Gaat werken. Naar waar ik woon. Op je trompet inblazen. Wat? Heeft jij mij zien blazen? Ja. Wat was je aan het doen? Kan ik jou vertrouwen? Ja, natuurlijk. Echt? Ja, natuurlijk. Oké, dan. Wel, Sophie, ik is een droomblazende reus. Ik blaas dromen in de slaapkamers van slapende kinders. Fijne dromen. Heerlijk gouden dromen. Dromen die de dromen zijn heerlijke nacht bezorgt. Ziet jij deze bokaal, hè? Daar bewaart ik dromen in. Zijn dat dromen? Maar hoe kom je daaraan? Die verzamel ik. Dromen verzamelen? Dat kan toch niet? Gelooft jij niet in dromen? Ja, natuurlijk wel. Dromen is heel geheimzinnige dingen. Zij zweeft in de lucht als mistig ijle belletjes. Op zoek naar slapende mensen. Kom toch, ik laat het je zien. Jij komt met mij mee op dromenjacht. Echt waar? Houd je adems in en je fikkers gekruist. Daar gaat we. Hé daar, Charminka! Heeft jullie een lekker feestmaal gesmikkeld? Hij heeft een schrokkende schranspartij gehad, ja. In Spanje! Ja, wij houden van de Spaanse pepers. Ai, caramba. Waar gaat jij heen, Charminka? Waar allereelt jij zo overhaastig naartoe? Oh, nergens. Scherrig klein mikkeltje! Kruttige kleine garnaal! Hé, hey, klein kutelke! Is ze zo vriendelijk om mij te executeren? Boom! Ah!
Zo. Wij is... Waar? Wij is in Dromenland. Waar al het dromen begint. Laat ons eens kijken wat wij heeft gevangen. Wat een bujeeltje. Een gouden prons bujeeltje. Is het een goeie? De beste. Dit zal een kindertje een heel leuke nacht bezorgen wanneer ik hem inblaast. Hoe weet jij dat? Ik hoor de speciale muziek van de dromer. Ik versta het. Zal ik Sophie deze droom laten zien? Oh ja, graag. Maar hoe? Concentreert, kijkt en luistert. Ik zit in de klas en mijn juf Pruimberg die blijft maar zeuren en doordrammen over verzamelingen en doorsneden en unies. Als ik ineens, ik kan mezelf echt niet tegenhouden, als ik begin te neurien. Rebecca! Wil jij daar onmiddellijk mee afhalen, ja? Maar ik kan mezelf echt niet tegenhouden en ik begin nog luider te neurien. Rebecca, hoe durf je? Ik heb jou gevraagd om onmiddellijk... Atom bevriest de juf voor mijn ogen en ze begint gewoon te dansen. Wat gebeurt hier? De directeur. Juffrouw Bruinenberg, hoe durft u dan in de klas? Ga uw jas halen en maak het. U verdwijnt uit de school. U bent ontslagen. U bent het schaam. Atom bevriest een directeur ook. En hij begint gewoon mee te dansen. Een gloeigoeie en joepie! Mag ik er
nog eens zien? Natuurlijk. Eens kijk. Oh, la, la, la. Een roze belzoemer. Concentreert, kijkt en luistert. En ik sukkel mee aan mijn tandstukje, lange na of korte na, als ineens een telefoon doet. Sam, pak de telefoon eens op! Maar ik maak mijn huiswerk! Sam, alsjeblieft, hè. Ik zit in bad, pak de telefoon op, heb ik gezegd! Zij had toch gezegd dat ik mijn huiswerk moest maken? Manneke, dat zet ik op het tol, daar is nou gerust van zijn, hè? Ja, loop aan de vlies. Wat, hè? Nee, ik verstond er niks van, maar hoe is het vol water? Moment. Ja, hallo, zeg het nou nog eens. Oh, God. Yes, hallo, good evening. Yes. Yes, you're talking with the Vries. The Frost. Ja, het is Greta, Greta. Yes. My son. Onze son. Yes, but I think... You wish to speak with me, huh? How can I help? Oh, yes, of course. Yes, sir. Sam, it's... Sam, het is vandaag. Wie is het? Ja, de president van de Verenigde Staten. Oh. Ken je de president van de Verenigde Staten? Ja, nee, maar die zal over mij hebben horen klappen, zeker. Hallo, met Sam? Yes, hallo. Yeah. Just a minuutje. Maar het is wel privé, hè? All right. Yes, I listen. Wat is er aan de hand? Ah, no, yeah. Let it maar aan mij over, hè? Yes, we can. No, als u het your way doet, dan komt er weer niets van in de White House. Yes, thank you, meneer de president. Yeah. I have nog lots of huiswerk te doen, hè? Okay, thank you, bye, peace. Ma. Yes. My son. En dan hoor ik ineens mijn ma's stem. Opstaan, hoor, alles! Straks komt het te laat in school, hè? Die was ook goed. Een roze belzoemer, ik zei het je toch. Eens kijk, wat weer heeft wij hier nog? Oh nee. Wat scheelt er? Ik vang een dronkenklopper. Dronkenklopper? Een boze droom. Een nachtelijke merrie. Wat ga je daar nu mee doen? Niks. Die laat ik nooit meer vrij. Als ik dat doe, zal een of ander pleutertje een vreselijke, stoombloederige nacht hebben. Ik haat trollenkloppers. Oh. Het is vol vuur. Ik van de honger. Ik rambam op vrees. En daar ga ik mezelf zo vol schanzen als mijn plotstopper. En ik weet ergens, en zo pas voor jongetjes. Ik hoef de kamer binnen te steken voor een hele avond vol. Bergjes en jongetjes, maar extra, smeek smaak. Volgende
Zij gaat twee keer zo snel als ik. Zij is al helemaal uitgeschranst voor wij halverwege is. Oh, trouwens, ik laat mij niet meer aan mensbaksels zien. Ik zeg het je, zij zal mij opsluiten in de dierentuin. Met al die stieraffen en die schapioenen. Onzin. En jij? Jij zal het zo regelrecht terug naar een weeshuis sturen. Grote mensbaksels staan niet bekend om hun vriendelijkheidigheid. Zij zijn allemaal kwikrotters en glibberslijmers. Dat is niet waar. Ah nee? Sommigen zijn echt wel vriendelijk. Wie dan? Noem er eens één. De koningin, bijvoorbeeld. Je kan toch moeilijk van de koningin zeggen dat ze een kwik... Rotter. Ja, of een glib... Slijmer. Ja, is. Nee, maar De koningin! Geef haar de koningin! Kom eens! Als we nu eens naar de koningin gaan en we vertellen haar alles, zij zal zorgen dat er niks gebeurt, daar ben ik zeker van! Zij zal nooit in reuzen geloven! Dan zorgen we dat ze erover droomt! Geef haar, kan je iemand echt alles en alles en alles laten dromen? Ja, ik zou het eerder welke droom kunnen mengen, ja! Ja, meng dan een droom voor de koningin! Een droom voor de koningin? Ja, luister! Een droom waarin je vertelt over de nachtelijke stroomkrachten van de reus en de grot. Goed idee, Sophie. Een droom voor de koningin. Ja. Door de slaapkamer op, plukten de kinderen zo uit de bed en...
schat. Het was allemaal zo levendig, zo eng. Marie! Oh, spijt mij, madame. Oh, Marie, je kan beter even gaan zitten. Jij zit lijkt griep. Ja, madame. Maar het is niet enfin. Omdat ik een nachtmerrie heb gehad, dat jij je dat zo moet aantrekken, zei ze. Dat is mijn probleem, hè? Dat is de reden niet, madame. De krant, de koppen, de voorpagina. Lieve Ed. Kinderen verdwijnen op mysterieuze wijze uit hun kostschool bed. Botten worden gevonden onder de raam. Maar dat is afschuwelijk. Dat is te vreselijk. Die arme kinderen. Maar begrijpt u dat niet, madame? Wat moet ik begrijpen, Marie? Ja, die kinderen werden weggehaald bijna precies zoals u dit gedroomd, madame. Maar no, Marie, toch niet doorrustig. Niet dat iemand de rest heeft het gedroomd, dat is echt gebeurd. Oh, het is vreselijk, daarom werd ik even niet goed, madame. Nee, ik wacht nu ook even niet goed, Marie. Oh, ik raak helemaal van streek als zoiets gebeurt, madame. Marie, het is genoeg. Het is genoeg, Marie. Het is nu ochtend. De droom is parti. Wil jij mij mijn kroon aangeven? Ja, zeker, madame. Oh, la, 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 la. Madame, zal ik misschien het raam open doen? Het is een prachtige dag, dan voelen wij ons wel wat beter, hè? Dat lijkt mij een zeer goed idee. Man. Zeker, madame. Ach, merci. Zo. Ik zal hem meteen verwijderen, madame. Nee, nee, Marie. Zit hier nu op de vensterbank een kleine meid in nachtjapon of droom ik nog? U bent klaar wakker, madame. Er zit inderdaad een meisje in nachtjapon op de vensterkamer, ramen, ramen, slaapkamer, vensterbank. En die heeft alleen weten hoe ze daar is terechtgekomen. Nee, nee, ik weet hoe ze daar terecht is gekomen. Een reus heeft haar daar neergezet. Heb ik gelijk, kleine meid? En jouw naam is... Marie! Ook Marie! Nee, mijn naam is... Zeg niet, zeg niet, zeg. Marie, kom. Ja. haar naam is... Maar madame, hoe kan je dat nu weten? Dat is onmogelijk. Oké, okay, meisje. Oh. Wat is uw naam? Mijn naam is Sophie. Ik heb het ook gezien. Wow, Marie! Marie! Ah. Zo, Sophie, kom even dichterbij. Kom zitten, Sherry. Kom hier zitten. En vertel mij eens, ben jij echt? Ja, mevrouw de koningin. Oh, en vertel mij eens, heeft een reus jou naar hier gebracht? Ja, mevrouw de koningin. Ja? Hij wacht daar buiten in de tuin. Oh. In de tuin? Oh, waarom ook niet? Het is een goede reus, mevrouw de koningin. De grote, vriendelijke reus. U hoeft voor hem niet bang te zijn. Oh. Ik ben zeer blij dat u oren, Sophie. Hij is mijn beste vriend. Dat is zeer fijn voor jou. Zal ik hem voor u roepen? Oh. Jawel! Roep hem maar. Oh, madame, ik moet dringend de koninklijke patatten gaan afgieten. Jebeheer, Hare Majesteit, de koningin wil je spreken. Marie? Ja? De dienblad. Ja, maar madame. Wel, Sophie, ik zie nog steeds geen reus, hè? Even geduld, alstublieft. Uw nevelige dienaar.
Wij zijn ook zeer blij om met u te kunnen kennismaken, TGV. TGV, Marie! Ja, madame. Marie, kan je in de keuken vragen om een bij te maken voor twee personen? Jawel. Zeker, madame. Oh ja. Marie! Ja, madame. Ontbijt voor 200 personen. Eén ontbijt in de keuken en 199 aan mijn slaapkamer aan, dank u. Oei, ik doe mijn best, madame. Heeft u ook frotskottel, majesteit? De wat? Zwalige, prikkelige frotskottel. Iedereen moet frotskottel drinken. Dan kan zij daarna gezellig flitspoppen met z'n allen. Wat bedoelt hij? Wat is een flitspop? Excuseer, majesteit. GVR, er is hier geen fropskottel en flitspop is absoluut streng verboden. Wat? Geen geflitspop? Geen verfrukkelijke muziek? Absoluut. Maar jawel, jawel. Als de PDF muziek wil maken, laat hem dan gewoon zijn gang gaan. Maar het is niet echt muziek. Luister eens, ik kan ook wel flitspoppen zonder fropskottel. Als ik een beetje mijn best doe. Nee, niet doen alsjeblieft. Maar jawel, Sophie, ik hoop het. Als ik naar bezoek ga in de Ardennen, wordt er zeer vaak op de blaaskapel gespeeld onder mijn raam als ik zit te ontbijten. Dus als de BAV per se muziek wil maken, laat hem dan gewoon zijn gang gaan. Ja, speel je. Ik geef haar majesteits toestemming. Voilà. Geef mij dan toch maar liever de blaaskapel, hè? Maar nu even ter zake, Sophie. Jij hebt mij verteld van jouw bezoek aan Reuzenland en van de nachtelijke strooptochten van deze barbaarse brutten. Maar voor ik ga besluiten wat er moet gebeuren, moet ik wel kunnen nagaan of deze feiten allemaal kloppen, ja? GPS? GVR? Afgelopen nacht hebben u... collega's, het op mijn land gemunt. Nu is de vraag, waar zijn zij de nacht daarvoor naartoe gegaan? Ik denk, majestein, zij galoppeert allemaal naar Spanje. Voor het Spaanse pepersmaakje. Dank u wel. Ik weet genoeg. Marie, telefoon. Naast het bed, madame. Sophie, telefoon. Merci, chérie. Sophie, misschien kan je gaan ontbijten in de keuken. Tot straks. Hey, ja, mevrouw de koningin. Hallo, buenos dias. Met de koningin van België. Alles goed daar in de Spanje? I know, alles gaat slecht. Dus. Twee nachtos geleden zijn er 23 kinderen, partidos, futsi. Oh, iedereen is in de panos. In de panos? Sí, panos, panicos. Ze zijn allemaal vermistos. Nee, ik weet wat er is gebeurd. Ze werden opgegeten door reuzen. Ay caramba, wat een zeveros. Geen tijd voor moppos. Toch niet wanneer mijn onderdanen worden opgevreten als nachos. Ja, maar ze hebben de mijne ook opgegeten, enfin. Ze, ay dos cervezas nog aan toe. Wie is ze? Maar ik zeg het ook, de reuzen. Dat voelt u zich wel helemaal okidokos. Bo, ik heb niet zo'n gemakkelijke ochtend gehad, nee. Eerst werd ik wakker van een afschuwelijke nachtmerrie. Nadien is mijn kamervrouw Marie bijna met dienblad en al in mijn bed gevallen. En ja, sinds een half uur woont er een reus voor mijn slaapkamerraam. Ay, todo loco. U moet naar dat toros en rapidos. Nee, met mij is alles in de orde. Maar u moet nu ophangen. U bent vriendelijk bedankt voor de hulp. Buenos tot Maris. Adios, caramba. Oh la 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 la. Wat moet ik nu doen? Even nadenken. Oh, zeg man. Ik weet het.
drinken, madame. Ik heb een karweitje voor karwei voor jullie. Laat me komen, majesteit! We zijn er klaar voor, majesteit. Ja. U heeft ongetwijfeld gehoord van de mysterieuze zak van de verdwenen kinderen. Een vervelende zak, majesteit! Oh, voilà, een verduivelde schande, majesteit. Zeg dat wel, ja. Wel, ik kan u zeggen dat deze kinderen werden opgegeten. Opgegeten? Door reuzen. Maar wacht eens even, majesteit! Reuzen! Die bestaan niet, majesteit! Nee, behalve in sprookjes! Behalve in sprookjes! Uitstekende grap, majesteit! Goed gelachen, het is toch geen 1 april, zeker? Ja! Maak ik u voorstel aan de grot, vriendelijk reus? De grot? Vriendelijke! Hoe gaat het? Mijn heertjes. Reus! Reus, jawel. En gelukkig een hele vriendelijke. Zijn collega's zijn dat echter niet. Volgende nacht zullen deze bloeddorstige brutten er weer op uitgaloperen om een aantal dozijn onschuldige slachtoffers binnen te smakkelen. Ze moeten gestopt worden en wel meteen. Boodschap ontvangen, majesteit. Boodschap begrepen, majesteit. Ze moeten naar hier gebracht worden, levend. Oh, la 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 la. Maar hoe, majesteit? Ik bedoel, reuzen! Ze zullen ons teen maaien als grasprietjes, majesteit. Absoluut! Absoluut! Zonder twijfel! Zonder twijfel! Wacht! Geen antiek! Ik heeft de oplossing! Maar laat hem uitspreken, enfin. Ja. Iedere middag liggen deze reuzen op de grond een kuiltje te pappen. Huh? Een kuiltje pappen? Wat bazelt hij toch? Een uitje knappen, slapen. Dat is toch zo klaar als een klont, hè? Al wat jullie dan nog moeten doen, is naar hem toeslijperen en hem vastbindelen. Hallo. Hoe krijgen wij die monsters hier mee naartoe? Jij heeft toch hele poepers, is het niet? Probeert u me soms te beleden? Hij bedoelt helikopters, hè? Waarom zegt hij dat dan niet? Natuurlijk hebben wij hele poepers. Huh? De helikopters! Oké, dat is dan geregeld. Vooruit, heren, op met de geit. Welke geit, majesteit? Dat is deze geit, majesteit! Ja, nee. Het is tijd, majesteit! Hé, mars! Eén voor één werden ze met kettingen vastgesnoerd en onder een helikopter gehangen. Ondertussen waren alle grondwerkers en graafmachines uit de land dag en nacht bezig met het graven van een kolossale put vlakbij het Derentuin. Toen de helikopters terug in de bergen waren, lieten ze onder een overtuigend applaus de reuzen zakken in de put. Zo groot als 2 voetbalveld en zo diep als 50 zwembad. Enfin, ik kan eindelijk ontspannen, ja. Alors, met mon croisé. Alors.
Waarom stopt zij ons hier in dit slobberige rotgat? Omdat bloedbottelaar, vanaf nu jullie nooit geen mensbaksers meer zult eten. Vanaf nu eten jullie alleen dit. Snoskommers! Snoskommers! Ja, ik bracht speciaal snoskommerplanten mee uit Reuzenland. En de koninklijke tuinderman kweekt ze speciaal voor jullie. Smakakelijk! Ja, klein winkeltje. Ja, is het raar. Je klein petiterig mensbakseltje. Je gaat eraan. Vertel mij eens, zijn al de reuzen nu gevangen genomen en in de put gezet? Ja, mevrouw de koningin. Zeer goed. En moet zij niet tot de rest van de leven elke dag de snotkommer eten? Snotkommer. Snotkommer, ja, ja, snotkommer. Wel, Sophie, kom even dichterbij. Dan is het nu het moment voor... een plechtig moment. Volg mij. GVR... Namens de regering van België, of het ervan overblijft, en de bevolking van België, willen wij u tot ridder benoemen in de orde van enorme moed. Dank u, majesteit. En ook Sophie, wij zijn Sophie ook heel veel dank verschuldigd. En daarom ben ik zeer verheugd dat ik u kan mededelen dat de weeshuis gesloten is. Hè? En mevrouw Klonkers is ontslagen. Oh, dank u mevrouw de koningin. En vanaf nu kunnen al uw vriendjes en kindjes van de weeshuis bij ons komen wonen in Laken. Oh, dank u mevrouw de koningin. En ook voor u, PMD, laten wij speciaal een vleugel bijbouwen met hoge plafonds, zodat u ook bij ons kan wonen als onze buurman. Dank u, majesteit. Maar dat kan ik niet doen. Pardon? Ik moet terugkeren naar Reuzenland. Naar mijn jolige grot en mijn droomgeblaas. Ja, ja, dat begrijp ik. Maar dan moet u toch beloven dat u minstens één keer per jaar op bezoek komt. En ik stel voor op de verjaardag van Sophie. Ja. Dat zal ik doen. Oké. Tot volgend jaar, majesteit. Oké, tot volgend jaar, GVR, ja. Marie, kan u meteen een bus op telefoneren om de kinderen van de weeshuis op te halen? Dank u. Tot ziens. Sophie, ik zal het je missen. Ik zal het jou ook missen, GVR. Tot ziens. Tot ziens, mensbaksels. Thank you.